Hallo, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Ik ga een paar dagen vloggen met jullie. Dus deze vlog zal een paar dagen bevatten. Of hoe zeg je dat? Ik ben nu op kantoor. At the office. Ik ben hier alleen. Want Sam werkt vandaag voor Bruno's, Nick en Celine zijn thuis. Dus I'm working all by myself, hè. Maar dat is oké. Okay. Ik heb net een heel groot pak aangekregen. Het staat nog hier. Ik heb dat in de gang laten staan. Daar. Ik ben heel benieuwd. Maar dan ga ik zelfs pas kijken wat dat erin zit. Ik ga eerst pakjes maken. En alles doen wat dat ik moet doen. Mails en zo. Dus dat ga ik nu allemaal doen. Ik ben hier met mijn grote pak. Ik ben net terug van de gym. Ik heb benen getraind. En daarna heb ik met Alessandra cardio gedaan. Want Alessandra was daar. Het was wel fijn. Even bijpraten nog eens. En nu ga ik eerst een shake drinken. Mijn jas uit doen. Dan ga ik het pak open doen. Ik ben benieuwd. Ah. Oké, laten we kijken in de doos zit. Oh. Dat is een grote doos en katjes. Wat is dat? Oh, hoe cute is dit? Oh my god, we hebben die daar in zo'n doos gekregen. Kijk! Oh my god, die is schattig. Oh, die is mega groot. En er staan katjes op een t-shirt. Oh, schattig. Oh my god, we gaan nu een luid krijgen. Oh, die is echt zo schattig. Oh nee. Oei, er is nog iets uitgevallen. Oh my god. Oh, die is groot. Oh, oh my god, hoe schattig. Oh, kijk dat t-shirtje. Oh. Muffin, Sheldon en Milky. Je ziet Muffin Banani. Oh. Oh my. Hoe schattig is dit? Oh my god. Het is gewoon een gigantische grote teddybeer. Hoe schattig, dat heb ik al heel mijn leven gewild. Oh, die komt samen met Bob. Ik noem deze Ben. Ben en Bob. Is dat niet gang mooi samen? Ben, de beer en Bob, de beer. Oh, ik weet wel niet waar ik dat ga zetten. Maar oké, okay. Ik ga ook wel eens kijken als er een briefje bij zit. Aha, oké. Okay. Oké, okay, de beer is dus van Your Surprise. En die maken persoonlijk gepersonaliseerde cadeaus. Heeft dus een t-shirt aan met de katjes erop. Schattig! Oh my god, ik ben kei blij. Oh, ik kan er echt zo op zitten. En het is dus op www.yoursurprise.nl. Ik zie dat ze fotoboeken maken, fotocanvassen. Oh, babydekentjes met naam erop. Oei, ben ik nu al heel tijd ontscherp. Nee, nee. Nou, dat was trouwens ook nog wel een mooi idee geweest voor bij Noah. Ik weet niet als jullie het zien. Sleutelhangers. Plankjes. Wat is dit? Een kussen, denk ik. Wijnglas. Ze maken echt van alles. Chocolaatjes met uw foto erop. Hoe cool is dat?
Oh. Oh, je eigen boek. Dat is voor een kindje. Oh, dat is echt heel tof. Oh, jee. Super blij mee. Hoe schattig. Oh, het is echt cute. Ik ga nog eens kijken wat hierin zit. Ah ja, dit weet ik denk ik. Nou, dat had ik ook. Dat had ik gekozen. Wacht hè. Oké, ik eet heel graag peanut butter. Dus ik heb pindakaas besteld. En mijn naam staat erop. Pindakaas met Thalisa. Hoe cool is dat? Dus als je iemand hebt die bijvoorbeeld graag pindakaas eet, of je had ook choco of andere dingen, of chocola of zo, dan kun je daar echt een super tof gepersonaliseerd cadeau maken. Oh, ik vind het echt fijn. Ik ben er echt super blij mee. Hé, Milky, heb je Ben al gezien? Kijk, hier is Ben. Vind je Ben leuk? Oei, nee? Wat zeg je tegen Ben? Kijk, hij staat op zijn t-shirt. Oei, maar uw nagel haakt al in zijn t-shirt. Oh, dat is echt super mooi. Ben toch? Oh ja, die is echt wel groot. Ik weet nog niet waar ik die ga zetten, maar komt goed. Komt helemaal goed. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag. En even een beetje aan het opruimen. Get hair everywhere. Ik ga mijn haren stylen. Ik heb die. Oei, oeps. Ik heb die gisteren gewassen. Maar als ik die was, dan zijn die zo. Very bombastisch. Zoals je kunt zien. Dus ik ga die nu even stylen. Het is 12 uur. Oh, het sneeuwt. Jee. Ze zei dat er 10 centimeter sneeuw ging zijn. Maar er is nog geen centimeter. Er is nog niks. Het is nu pas aan het sneeuwen. Ik moet om 2:15 bij de garage zijn. Want, geloof het of niet, mijn auto is once again broke. Nee, niet broke, broken. Broke is als je bloot bent, zeker. Maar gisteren was ik aan het rijden en ineens kwam er een signaal op. En dat zei motorstoring. Dus heb ik direct naar de garage gebeld. En die zeiden ja, kom maar morgen. Dus vandaag ga ik weer naar de garage. Ik hoop weer niet te veel stukken. Want het is nog maar pas geleden van december. En toen heb ik 400 of 500 euro moeten betalen. Voor een nieuwe... Ik weet niet meer wat dat was. En nu is het dus weer vandaag. Die trekt niet op. Die gaat wel heel traag vooruit. Ik heb gisteren nog naar de fitness gereden. Maar ik had schrik. Dus daarna heb ik niet meer gereden. Ben ik gewoon hier gebleven. Maar nu ga ik zelfs wel naar de garage moeten rijden. Hopelijk trekt die toch nog op tot 90 of zo. Hopelijk niet te dure kosten. Want als dat is, dat zei Sam gisteren tegen mij, dan kan ik eigenlijk beter kijken voor een nieuwe auto. Deze inruilen. Kijken hoeveel ik er nog voor terug krijg. Met die lening afbetalen en iets nieuw kopen of zo. Allee, een tweedehands nieuwe of zo. Ik weet het niet, maar het zijn afgelopen jaar al zoveel stukken aan mijn auto geweest. Oké, die rijdt ook wel heel... Ik rijd echt heel veel en ver vaak voor collecties naar Amsterdam, naar Frankrijk, naar Duitsland. Dus ik rijd wel altijd heel veel. Maar toch, het zou niet mogen. Maar ja, oké. Ik ga mijn haren stylen. Dus zelfs zien jullie mij met stijl haar en niet meer dit. Best goed met de auto. Het trok goed op. Alles ging eigenlijk terug perfect. En nu, ik ben er bijna. Nu trekt die weer niet. Die trekt gewoon echt niet op. Allee,
Ik bedoel, die gaat gewoon echt niet vooruit. Dus het is niet zo'n goed teken. Hè. Maar ik ben er bijna. Hopelijk haalt hij het tot daar. Nog twee straten of zo. Kom aan, hè. You can do it. Oké, keiharde afgang. Ik sta hier bij de Ford Garage. In Genk, bij Driessen. Maar dit ligt zo op de weg van Bilzen. Dus ik dacht gisteren dat ik naar deze garage had gebeld voor een afspraak. Blijkbaar heb ik naar garage Bekkers gebeld in Genk. In Bilzen. Dat is Genk. Dus ik hier binnen en ik zeg ja, ik heb een afspraak om 2:15. En die dacht zo, ik zie uw naam nergens. Shit, hè. Echt super stom. Maar ja, oké. Okay. Op naar de andere. Ik hoop dat ik er dan nog op tijd ben. Oh nee, oké. Okay. Dan ga ik 5 minuten te laat zijn, maar ja, so be it. Hier ben ik weer. Het is ondertussen donker aan het worden. De camera ziet je dan nog niet, want mijn lichtinstellingen zijn goed. Maar het is 4:45 nu. Ik heb hier gezeten van 1:30, denk ik. Dus ik heb hier wel even gezeten. En zoveel tijd later, maar ook zoveel geld later, is mijn auto half gemaakt. Oh, ik moest zoveel betalen. Ik haat dat echt, want ik heb mijn alternator pas laten maken en dat was €400. Nu moest ik weer meer dan €400 betalen voor iets van een sensor, iets in de motor. Nee, nu zegt dan wel geen motorlampje meer, dus dat is goed. Nu zou ik wel nog mijn distributieriem moeten laten maken, maar dat is ook nog eens €600. En ja, ik weet niet. Ik ga dat misschien bij een zelfstandige garage laten doen. Want ja, zo bij een echte Ford garage of zo is natuurlijk wel weer duurder. Dat is logisch. Dus ja, oké. Het is gemaakt, hè. Kan er weer tegen. Hallo, goedemiddag. Het is vandaag donderdag. En ik ben net gaan sporten met Dylan. Het is nu 12 uur. En om 10 uur was ik al gaan sporten met Dylan. Maar het was wel een goede workout. Ik ga ook hier de vlog afsluiten. Want Sam gaat zelfs iets keileuk doen met Fabrizio en Pommelien. Ik mag niet mee. Er is geen plaats. Dus, maar dat gaan jullie zien in de volgende vlog. Dus zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Oh!